Fertigatie is het geven van water in combinatie met meststoffen via druppelslangen. Hierdoor komen de voedingsstoffen meteen waar ze moeten zijn, bij de wortels van het gewas. Ook kan je met fertigatie heel gedoseerd voeden. Fertigatie wordt onder andere toegepast bij de teelt van aardappelen, uien en bloembollen. Deze video gaat in op het hele proces en benadrukt de belangrijkste aandachtspunten. De eerste stap is het leggen van de druppelslangen. Dit kan voor het zaaien, tijdens het zaaien of erna. Het leggen van de slangen kan vlakvelds, op bedden en op ruggen. Zorg dat de slangen voldoende diep in de grond liggen, zo'n 4 à 5 centimeter. Op deze manier wordt wildschade tot een minimum beperkt. En wat ook belangrijk is, is dat je ervoor zorgt dat de druppelpunten die op de slang zitten naar de bovenkant toe liggen. Want dat voorkomt dat ze vervuild raakt in het seizoen na veel druppelbeurten, zeg maar. Na het leggen van de druppelslangen is het tijd ze aan te sluiten op de hoofdverdeelleiding en de fertigatieunit. Het is verstandig om direct na het aansluiten water door de slangen heen te sturen, zodat ze goed blijven liggen. Bij fertigatie filteren we het water met een filter van 100 micron. Daarbij voorkomen we dat de druppelaars in de slang dicht zitten. Wanneer er gezaaid is en de planten opgekomen zijn, wordt de eerste bemesting meegegeven. De doseerpompen of venturi's van de unit worden aangesloten op de A- en B-bak met fertigatiemeststoffen. De eerste voeding wordt gedoseerd uit de A-bak. Later in het seizoen komt daar voeding uit de B-bak bij. Zo kan er precies worden gestuurd naar de behoeften van het gewas. Ook de watergift kan worden aangepast naar de verdamping van het gewas. Door middel van mijn fertigatie heb ik een schemaatje opgesteld wat we wekelijks gebruiken om de groeihoeveelheid stikstof en andere voedingsstoffen toe te dienen. Het aanpassen van de watergift en de bemesting kan heel makkelijk met behulp van mijn fertigatie. In deze applicatie wordt aangegeven wat het gewas nodig heeft. En mijn fertigatie geeft vervolgens aan wat er op de fertigatiecomputer moet worden ingevoerd. Ook geeft het programma de teler de mogelijkheid om de bemesting jaarlijks te optimaliseren. Dus dat is eigenlijk het plan wat we vooraf hebben liggen. En dan, doordat Piet Jan elke week komt kijken, kijken we gewoon in het gewas van nou, zitten we op de goede weg? Moeten we wat meer of wat minder? Moeten we een beetje bijsturen? In de laatste fase van de teelt is het tijd om de balans op te maken. En waar nodig nog bij te sturen. Op de percelen waar met fertigatie is gewerkt, is goed te zien dat het gewas egaler groeit en de opbrengsten hoger zijn. De ervaringen met fertigatie op dit moment zijn dat we wat gefertigeerd is, dat we een betere gewasontwikkeling hebben. Een mooi vol gewas, het is egaal gegroeid, de rijen staan mooi gelijk. Op het moment dat we kijken in het stuk waar we enkel geïrrigeerd hebben, dan zien we dat de gewasontwikkeling veel minder egaal is. Afhankelijk van het seizoen zien we een meeropbrengst van gemiddeld 30% in uien en 20% in aardappelen ten opzichte van percelen waar beregend wordt. Dat is ook de reden dat ik met de fertigatie begonnen ben, omdat ik op die manier verwacht dat ik gewoon sneller mijn kosten terugverdien en een hogere meerwaarde kan creëren voor de uien. En dat blijkt dus ook zo te zijn. Tot slot is het tijd om de slangen van het land te halen. Dit kan voor het rooien of tijdens het rooien. De hoofdleidingen kunnen volgend seizoen opnieuw gebruikt worden. De druppelslangen kunnen worden gerecycled. Ja, de hoofdleiding en de aanvoerleiding die spoel je door voordat je ze gaat opbergen. Zodat in ieder geval het grootste gedeelte van het vuil uit de slang is. Ieder seizoen is weer anders. En elk jaar nemen we lessen en verbeterpunten mee naar het volgende seizoen. Bij Van Ieperen blijven we ieder jaar ontwikkelen om de benutting van water en voeding te optimaliseren.